Wat heb je nodig om dit hangertje te maken? Je hebt permanente stiften nodig in verschillende kleurtjes. Krimpfolie, dit spul dus. Figuurtjes, ik kies voor het hangertje. Een schaar, een perforator en eigenlijk een oven heb je nodig. Maar die heb ik hier niet, dus ik heb hier een soort föhn. Dit is een hele extreem hete föhn. Noem je een heatgun. Het is eigenlijk heel simpel. Dit is het krimpfolie, dat leg je op het plaatje. En die trek je over met een zwarte stift. Kijk, zo is hij geworden en nu ga ik hem nog een beetje versieren, want hij is wel een beetje saai nog. En dan ga ik hem inkleuren. Zorg dat je van die watervaste stiften hebt, want andere stiften werken niet. En dan is hij klaar. En dan kun je gaan uitknippen. Let bij het knippen erop dat je een randje overhoudt. Want straks gaat hij ietsje krimpen, dan wordt hij wat kleiner. Met een perforator ga ik hier een gaatje maken, want daar komt straks een kettingje erdoorheen. En daar gaat hij natuurlijk aan hangen. Nou, dat doe je met een perforator. En dan kan die in de oven. Check onze site op hoeveel graden en hoe lang. Ik heb hier geen oven, dus ik doe het even zo. Met een kartonnetje voor de bescherming en met de heatgun. Nou, ik vind het echt heel geestig dit. Ja. Kan je bijvoorbeeld deze perforator gebruiken om hem een beetje mooi recht te krijgen? Ja, dit is toch super grappig? Ik vind het krimpfolie echt heel leuk spul. Nou, hij moet nog heel even opdrogen, maar dit is hem. Leuk, hè? Kettingje doorheen. En dan is hij klaar. Nou, wil je deze nou winnen? Ga dan naar onze site eo.nl/hipvanop. En daar staan nog veel meer van dit soort leuke tutorials. Ben jij nou nog geen abonnee? Zorg dan dat je dat zo snel mogelijk wordt. Want dan zie jij voortaan als eerste de nieuwste video's. En klik hier voor veel meer filmpjes.